Nou, hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe food review. Ik was vandaag in de supermarkt en ik dacht, nou, ik wil weer eens een keer wat nieuws proberen. Kijken of ik het lekker vind. Daarom ben ik naar het schap gegaan met het buitenlandse eten. Dus waar ook bijvoorbeeld de pasta en de rijst en de kroephoek in staat bij mij, in elk geval. En daar heb ik dit gevonden. Biga Grapes. Voor de mensen die regelmatiger naar mijn video's kijken, die weten dat ik van Biga eerder wat uit heb geprobeerd. Het linkje staat naar die video staat in de beschrijving. En je kunt die video ook vinden in mijn afspeellijst over food reviews. Ik ga het proberen. Er staat op dat het druif is. Even kijken, wat zegt het verder nog? Nou ja, gezeur over groene aarde. Nou ja, ik ben natuurlijk nu met duurzaamheid bezig op school, dus dat is wel fijn om daar heel even naar te kijken. Nou ja, inhoud, koolstofhoudend bronwater, suiker, riet, citroenzuur, smaakstoffen, conserveringsmiddel, bla. Koolzuurhoudende frisdrank met druivensmaak staat hier. Oké, is dat verder niet echt heel erg veel interessants op? Ja, of jullie moeten de barcode willen weten. Nou. Ga eens heel even kijken. Oké, ik hoor de koolzuur. Dat betekent dat dat is goed. Nou, afgelopen week was ik op school en toen hebben wij bier geprobeerd. Ik heb mijn presentatie over het bier gedaan wat ik moest doen. Dat is Orval. Dat ging op zich goed en toen heeft onze leraar ons geleerd hoe je bier moet proeven. Nou ja, ik doe het eerst door ernaar te kijken. Nou, ik houd het nu heel even tegen het licht en ik zie inderdaad wel dat paarsrodend doorschijn wat je bij veel van dit soort dranken ziet. Nou, dan ruik je. Oké, het ruikt wel naar druif, maar ook niet weer helemaal. Het ruikt een beetje naar die frambozenzuurtjes. Kennen jullie die? Die kleine ronde? Daar vind ik het een beetje naar ruiken. Ik vind het niet echt naar druif ruiken. Ja. Dus iets ertussenin. Dus iets tussen die frambozenzuurtjes en druif in wel. Nou, ik ga het proberen. Het smaakt naar druif, inderdaad. Er zit ook dat er koolzuur in zit. Het is, ja, het is gewoon een frisdrank met druivensmaak. Dan zou je zeggen, ik zou ook een heel klein beetje zeggen, het smaakt naar cassis. Maar dat is met zwarte bes. Het is eigenlijk... Is het gewoon cassis met druivensmaak? Moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niet echt. Ja, het is niet echt een hele aparte andere smaak. Het is gewoon. Een druifachtige cassis. Nou ja, dat kan je ook lekker vinden. Het is net zoals bij de vorige. Is het zeker een leuke afwisseling als je eens een keer wat nieuws wil proberen. Het is wel duur, want één zo'n flesje dat kost bij mij 86 cent. Nou ja, verder kan ik er niet zo heel erg veel over vertellen. Ik vond het in elk geval lekker. Het is zeker iets om vaker te proberen. Als ik, als ik bijvoorbeeld eens een keer een dagje wegga of zo, dan kun je zoiets halen en doe je dat in je tas en... Als het dan leeg is, gebruik je het voor de rest van de dag voor water. Nee, maar het verdient wel zeker een ruime voldoende. Nou, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Mochten jullie nou zelf een idee hebben voor de food review, zet het dan zeker in de comments. Ik lees het altijd. En ik probeer ook echt zoveel mogelijk te doen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens!